Hey mensen! Sporten in de sportschool. Zoals je ziet aan mij doe ik dat heel vaak. Maar in zo'n sportschool heb je wel eens irritaties. En daarom heb ik hier 10 irritaties in een sportschool. Nou, het is dat we hier een top 10 opnemen, anders was ik er nooit geweest. Ja, stel je niet aan, sport is hartstikke goed voor je. Ja, rust er ook. Nee, maar we gaan nu een full body workout doen, Willem. Oh, leuk, full body workout. Oh, ruik je dat? Ja. Een succesvolle workout. Oh, ik weet niet of ik dit een succes moet noemen. Nee, maak je geen zorgen. Waarschijnlijk heeft hij allemaal deo in zijn kluis. Een beetje fitboy die heeft wel deo hoor. Hier kijken. Oh ja, Axe. Typisch. Ja. Niet gesponsord trouwens. Nee, ja, sinds die film van Gio gebruikt hij dit. Nou, ik ben in ieder geval blij dat hij het gebruikt. Laat maar! Yes. Heerlijk. Goed, laten we meteen beginnen. Je weet hoe dit werkt, toch? Zie ik er soms uit alsof ik niet weet hoe apparaten werken. Kom op, man. Even muziek. Ja, zo zie je eruit. Ben maar niet bang, ik ben heel goed met apparaten. Ik heb ooit zelfs de batterijen van een afstandsbediening vervangen. Alright, nou, weet je, begin jij alvast. Pak ik even wat water. Wil je ook? Nee, doe maar Spa Blauw dan, vind ik lekkerder. Ja, zoals maar deze... Alright. Gadverdamme. Je ligt hier helemaal vol met zweet. Had degene hiervoor dat niet even op kunnen ruimen? Sorry, wat zeg je? Ik had het over het zweet wat hier op deze stoel ligt. Dat kan niet van mij zijn, ik zweet nooit. Dit is overduidelijk zweet hoor. Ik weet niet. Mijn vliezen zijn gebroken! Help! Ik krijg een kind! En wel nu, hier in de sportschool! Ik verwacht dat ik vandaag een bevalling mee zou maken. Nee. Het doet me een beetje denken aan mijn eigen geboorte. Die was ook zo bijzonder. Ja. De lekpres, Dylan. We gaan eventjes lekker die beentjes trainen. Oh. Hè? Want iemand die zijn benen niet traint, die doet niet mee. Of zoals ik zelf altijd zeg, never skip leg day, because otherwise you will look... gay. Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, you look like someone who does ballet. Snap je nu? Alright. We beginnen even met een laag gewicht. Dat is goed voor de warming-up. Kijk, hup. En dan diep gaan, hè. Hop. Huts. Hier. Als een veertje. Oké. Dus doe jij maar even. Maar moet het gewicht niet iets hoger, want het is wel heel laag voor een warming-up. Nee, dit is prima hoor. Probeer dit eerst maar. Ja? Ja. Zeker? Ja. Oké. Zo. Ja, oké. Nou, dan komt hij dan, hè. 1, 2. Wacht even. Volgens mij zit mijn vetel los. Ja, kijk, dat is onhandig natuurlijk. Dan, Je moet diep gaan, hè? Diep duwen. Ja, ik duw goed, maar mijn vetel zat los. Dus. Kijk, nu moet het lukken. 1, 2, hop! Wacht, hoor je dat geluid ook? Oh, dat is volgens mij... dat is mijn telefoon! Ja, die moet ik echt even... die moet ik echt even opnemen, hoor. Wacht. Hallo? Ja, nee, ik kan wel even bellen. Nee, dat klopt. Ja? Nee, ja, is goed. Oké, doei. Ja, doei. Ja, sorry, die moest ik echt even opnemen. Dat was Marit. En die kreeg...
Een batterij niet in de afstandsbediening, dus ja. Ja, nou, in ieder geval, we moeten sowieso nog even wachten, want het apparaat wat we willen gebruiken is bezet. Oh, maar kunnen we dan niet gewoon een ander apparaat gebruiken? Nee, want die is ook bezet. Oh, nou. Oh. Zal ik anders even een mop vertellen? Ja, gaat die over sport? Nee. Nee, dat vind ik niet leuk. Moet wel echt over sport gaan. Andere dingen vind ik niet leuk. Oké, okay, nou misschien werkt die ook wel als ik wat verander in sport. Jantje gooit een brief in een sportschool. Ja. Zegt de buschauffeur, wat moet ik hier nou mee? Oh, ja, jullie zijn klaar. Nee, maar dat was zo'n slechte grap dat wij nog wel weggaan. Ik heb echt pijnlijk mijn abonnement opgezegd. Nou ja, toch? Ja. Nou, hè, dat is weer geluk bij een ongeluk. Als jij alvast begint, ga ik even wat water halen. Wil je ook? Nee, doe maar cola. Dat vind ik lekkerder. Oké. Hey. Hey. Mag ik je wat vragen? Ja, ja. Tuurlijk, ik sta hier nu toch. Kom je hier vaker? Nou, leuk dat je het vraagt, maar nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee, ik dacht het ook al te zien. Ja, het ziet er echt niet uit wat je doet. Oh. Nee, het is echt vreselijk. Je moet veel rechter die rug, armpjes helemaal gestrekt en die borst naar voren. Dit kan echt niet zo. Nou ja, als jij het zo goed weet, kun je het anders niet even... voordoen, hè? Hoe ik mijn borst naar voren moet doen, dan zie ik misschien een beetje hoe jij dat borst doet. Hebben we het? Over die van mijn vriendin, ja? Je bent toch geen ruzie aan het zoeken, hè? Dat is de sterkste man van Nederland. Heb je nu een probleem met hem of niet? Nee. Zijn vriendin vroeg wat advies of wat oefeningen en zo. Dus ik heb er even geholpen. Oké. Een fly machine of zo. Ja, okay. Goed, pak hem even door. Volgende oefening. Sorry, wat zeg je? Volgende oefening. Hè? Ik hoor je niet zo goed. Wat zeg je nou? Volgende oefening, we moeten door. Volgende oefening. Wacht. Hoi. Hey, mam. Hey! Hallo? Wat ik aan het doen ben? Nou, ik ben... Ja! Nee, het is niet, nee, dat is niet wat je denkt. Ik ben niet in de slaapkamer. Ja, kan ook nog eentje. Oh nee, nog eentje. Ja! Nee, dat is niet Marit. Nee. Dat is... Dat is... Johan! Johan heet ik. Johan is het. Johan, ja. Sorry. Je begrijpt het. Kom maar, geef maar eens even. Oké. Ja, hallo. Ja, oh. Oh, u dacht... Oh, nee. Nee, ik sta hier gewoon te fitnessen naast uw zoon. Ja. En hoe gespierd ik ben. Ja, nou mevrouw, ik zal u zeggen, ik kan met mijn biceps een blikje bier openmaken. Oh ja, maar natuurlijk. Ja, 8 uur? 8 uur is prima. Nou, top. Dan gaan we dat doen. Dan is dat een date. Nou, top. Ja, tot vanavond. Doei. Goh, leuke moeder heb je. Heeft hij wel een punt. Leuke moeder. Volgende oefening. Lunches. Oh, lunch. Daar ben ik wel aan toe. Nee, lunches van... Voor de bovenbenen. En dan begin je zo links, naar rechts, zo door. Voor de legs. Oké, doe maar. Dan ziet er best makkelijk uit, dus gewoon dit zo. Ja. Zo, en dan zo. Doe even voorzichtig. Ik ben hier buikspieren aan het doen. Doe zelf voorzichtig. Ik ben hier aan lunchen, ja? Ja, lunchen. Had je misschien beter kunnen doen. Je hoort hier helemaal niet thuis, man. Kijk naar die armpjes. Wow, wacht even. Niet zo stoer doen, hè? Ik heb op judo gezeten, dus ik leg je zo waterpas op de grond. Oh ja? Ik ook.
En welke band had je? Welke band bedoel je? Die met de judo-leraar of met de leerlingen? Ik had best een goede band met de judo-leraar. Jij hebt niet op judo gezeten, hè? Nee. Nee. Zwarte band. Dylan. Dylan, gaat het? Ja, gaat wel. Niks aan de hand. Ja? Wat gaan we nu doen? Misschien... Oh nee. Hey, Dylan! Wat leuk om jou hier te zien, zeg. Wat jammer, hè, dat je moest stoppen met die clownscursus. Hey, maar wacht eens, jij moest toch stoppen omdat je naar het noorden ging verhuizen? Dus wat doe je hier dan? Ik ben gewoon op bezoek bij Fitboy. Vriend van me, dus... Hey, Dylan! Hey, Rick! Hey, dat ik jou tegenkom in de sportschool, zeg. Oh nee, wacht, je woont hier om de hoek, ja. Natuurlijk. Hey, maar ik hoorde dat je gestopt bent met die domme clownscursus. Ja, kom op, maar iemand op jouw leeftijd moet er dan niemand doen. Yes. Zo. Zijn we eindelijk klaar? Jazeker. Oh, gelukkig. Met de warming-up. Wat? Met de warming-up. Serieus? Ja. Kom op, man. Wacht eens even. Doei. Dat is helemaal niet echt. Dat zijn geen spieren. Nou, zie ik het ook. Die snor. Jij bent Bram Krikke. Ja. Jij bent helemaal niet gespierd. Nee. Maar vind maar eens iemand die en grappig is en gespierd is. Heb je niet. Nee, dat... Heb jij eigenlijk wel een punt? Die zijn er niet. Ja, nou, dank voor het meedoen aan deze video dan. Ja, geen punt. Fietsen nog even uit. Ja, als het moet. Cool. Ja. Jij stuurt gewoon een factuurtje? Ja. Gewoon hetzelfde adres. Oké. Okay. Oh, irritant, hè? Ja, misschien moet ik toch iets minder vaak naar de sportschool gaan. Misschien heeft dat nut. Ja, want. Ik wil Bram, Femke en Aard heel erg bedanken voor het meespelen in deze video. Al hun linkjes staan in de beschrijving. Ik wil Tim bedanken voor het geluid die dag. Dit is erg netjes. En Rens voor een camera. En wil je nou dit prachtige handdoekje winnen? Handig voor als je in de sportschool bent en je zweet even moet wegvegen. Laat dan in de reactie weten wat nog meer een irritatie is. In de sportschool. En wie weet sturen we dit wel naar jou toe. Aan het einde van de top 10 willen we tegenwoordig bloopers gaan plaatsen. Maar deze video had zo onwijs veel bloopers dat we dachten, we gaan er gewoon een hele video van maken. Wil je die nou zien? Check het teamkanaal via de kaart. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden. En vond je deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en hier verschijnen afspeellijsten. Daar kun je op klikken. Abonneren, notificatiebel, bloedibla, bladibla. Later! Maar nu gaan we een full body workout doen, Dylan. Een full body workout? Wat is een full body workout? Dat is het hele lichaam. Een blikje bier open kan maken. En